Ik ga bij Maartje een hele korte koek knippen. Dat gaan we doen met een fade techniek. Waar ben ik mee begonnen? Ik heb eerst een afdeling gemaakt van het hoefijzer. En dan doe je dat op de ronding van het hoofd. Hij loopt een klein beetje lager op de kruinpartij. En aan de andere zijde loopt het hoefijzer ook door, daar op de ronding van het hoofd. De bovenzijde heb ik wat vochtig gemaakt om het af te delen. Dat gaat dan wat makkelijker. De onderzijde, die laat ik droog, want ik ga namelijk met een tondeuse werken. En dat is het makkelijkste werken op droog haar. Ik begin met mijn kam horizontaal. De positie van mijn kam is rechtop. Het hoofd loopt rond en doordat ik mijn kam rechtop houd, heb ik wat extra lengte aan de bovenzijde over. Ik creëer eerst de schaduwlijn in het haar. Met mijn kam volg ik de afdeling die ik erin gemaakt heb. Aan de achterzijde is mijn kam weer horizontaal en de positie van mijn kam blijft rechtop. Zorg dat de schaduwlijn mooi met de ronding meeloopt aan je afdeling. En vanuit deze positie kan je gaan werken met je opzetstukjes. Ik begin met opzetstuk nummer 1 en de hendel gaat naar achteren zodat ik de langste variant heb. De beweging die ik maak met mijn tondeuse is naar mijn schaduwlijn toe en als ik daar ben gaat mijn tondeuse met een vloeiende beweging uit het haar. Op deze manier loopt hij mooi over. Ik werk helemaal met de ronding van het hoofd mee. Dus de tondeuse gaat eerst plat op de hoofdhuid. En bij je schaduwlijn haal je hem eruit. Dus ook hier. Klap het oor naar voren. Tondeuse plat erop. En ik werk nog steeds met mijn opzetstukje nummer 1, hoogste stand van mijn tondeuse. Vervolgens ga ik naar een opzetstukje. Net een stukje kleiner. De stand van mijn tondeuse blijft op de hoogste stand. Ook nu weer de tondeuse platter inzetten en iets eerder dan je schaduwlijn je tondeuse kantelen. Op deze manier krijg je een mooi verloop in je koep dat loopt van kort naar ietsje langer. Maar het is door het werken met verschillende opzetstukjes en de verschillende standen op je tondeuse dat je mooi vloeiend over kan laten lopen van niets tot iets. En zoals je kan zien haal ik constant mijn tondeuse eruit om geen lijnen te creëren, om een mooi vloeiend verloop te laten komen. Ik ga nu door met hetzelfde opzetstukje met hetzelfde nummer. Alleen de tondeuse zet ik nu een standje lager. Hiermee kan ik nog vloeiender werken. En de beweging die ik maak is constant hetzelfde. Je gaat er met je tondeuse in en daar waar je hem wilt laten overlopen, daar haal je je tondeuse eruit. Mocht je nog een soort van lijntje zien, dan kan je op hetzelfde plek de tondeuse meerdere malen eroverheen halen, maar dan wel met een licht gebogen stand.
Wat erg belangrijk is bij deze coupe, is dat de schaduwlijnen gewoon mooi in elkaar overlopen. Dus een tip die je kan geven, neem af en toe afstand van hetgene wat je aan het scheren bent. Op die manier kan je beter zien daar waar de schaduwlijn niet helemaal klopt en de correctie maken. Tijdens het scheren kan het zijn dat er wat kleine haartjes blijven plakken op de hoofdhuid. En dat kan een vertekend beeld geven van hetgene wat je aan het creëren bent. Daarvoor kan je makkelijk een borsteltje gebruiken om die kleine haartjes te verwijderen, waardoor je schaduwlijn ook weer beter in zicht komt. Dan ga ik naar mijn laatste opzetstukje. Deze is 1,5 mm, maar ook nu begin ik weer met de hoogste stand van mijn tondeuze. Ik heb dus gekozen voor de fading down techniek. En dat wil zeggen dat ik begonnen ben met mijn grootste opzetstukje, met de langste lengte. En vanuit daar ben ik dus naar kleine toe gaan werken. Je kan het ook andersom doen, dan heb je een fading up. En dat wil zeggen dat je van kort naar lang toe werkt. Er zijn meerdere manieren om dit eindresultaat te bereiken. En dan als laatste eindig ik met de kleinste stand van mijn tondeuze met de kleinste opzetstuk. Als allerlaatste om de contourrand mooi strak af te zetten, gebruik ik een kleinere tondeuze. En daarbij gebruik ik ook een flexibel kammetje. Het voordeel hiervan is dat je hem heel dicht tegen de hoofdhuid aan kan zetten. En heel kort kan scheren. Ik wil de neklijn net iets strakker afzetten. Dus wat ga ik doen? Vanuit het middenpunt ga ik met een ronde lijn ga ik hem afwerken. Nu ben ik iets of wat in de haarlijn bezig, maar het is zo kort, dat is echt geen probleem. Ik ga nu de bovenkant knippen. Allereerst zal ik alle lengtes weg gaan halen. En hiervoor maak ik het haar vochtig, omdat het gewoon het fijnste knipt. Dus de onderkant heb ik helemaal geschoren in het droge haar. Vervolgens het knippen in de bovenlengtes. Dat ga ik doen in het haar vochtig. Allereerst zal ik alle lengtes aan de bovenkant gaan verwijderen. En als laatste zal ik de aansluiting maken met de onderpartij die ik gedaan heb. Ik begin in het midden met een gidslijn. En dan vervolgens ga ik alles met de ronding van het hoofd meeknippen. Ik knip de lengte af op ongeveer een centimeter of 3. En mijn vingers zijn helemaal gelijk aan de ronding van het hoofd. Ook hier aansluiten op de voorzijde, hou dezelfde lengte aan en werk helemaal met de ronding van het hoofd mee. Ik doe alles inknippen, zodat de laagjes mooi in elkaar overlopen. De aansluiting zal ik later maken. Ik begin vooraan met mijn passées op te nemen. En in het midden heb ik mijn gidslijntje en daar sluit ik alles op aan. Ik blijf doorgaan met mijn inkniptechniek, omdat ik later wil dat alle laagjes mooi in elkaar overblenden wanneer het droog is.
Vervolgens ga ik door naar de zijkant. En mijn vingers zijn gelijk aan de ronding van het hoofd. Ik pak een gidslijn van de baan in het midden en sluit hem hier mooi op aan. Ook aan de andere kant zijn mijn vingers gelijk aan de ronding van het hoofd. Vanuit het middenstuk pak ik mijn gidslijn en knip nu ook weer met de ronding van het hoofd mee. Zoals je kan zien, de bovenkant van het haar is nu helemaal mooi rond in lagen geknipt. Het enige wat ik nu nog moet doen is de verbinding maken met de bovenzijde en de onderzijde. Ik ga dit doen met mijn kam en met mijn tondeuse. De stand van mijn kam draai ik nu wel wat meer naar buiten. Op deze manier kan ik de verbinding maken, maar behoud ik toch wel wat lengte. Ook nu loop ik mooi mijn lijn rond. En daar waar de haren net wat langer zijn, daar maak ik de aansluiting. Zorg dat je je kam goed naar buiten draait, zodat je wel wat lengte behoudt. Om een mooi zacht verloop te creëren, zal ik de lijn wat dunner maken met mijn koepschaar. Hiermee creëer ik meer zachtheid in de koep. Als laatste wil ik de ponypartij gaan snijden. Ik wil hem nog net iets korter maken, iets krachtiger. En daarvoor ga ik mijn mes gebruiken. Zorg wanneer je het mes gebruikt dat je het haar goed vochtig maakt. Gebruik daarbij altijd een nieuw mesje, zodat hij goed scherp is. Ik neem de passé tussen mijn vingers, want ik wil werken met een lichte gradatie. En snij het haar af ongeveer op een halve centimeter. Om toch die zachtheid te creëren. In die ponypartij die je wenst. Ik sluit hem aan op de zijkant. En aan de andere zijde doe ik hetzelfde. Hou altijd wel in gedachten wanneer het haar vochtig is en je houdt de passé vast tussen je vingers, dat hij altijd ietsje korter zal zijn wanneer hij droog is. Zoals je kan zien, een mooie V-techniek aan de zijkanten en aan de achterkant om die androgyne look te creëren. Bovenop de ronde lagen die mooi doorlopen in de veet. Let op wanneer je werkt met een korte kruin. Dat kan prima, zolang je werkt vanuit de natuurlijke valling.